Lekker. Oh, twee van die dingen. Ah! Hier met een nieuwe video. In deze video gaan we weer Slendy Tubbies 2 spelen. We gaan gewoon weer lekker een map spelen. Ik klik alvast op singleplayer. Wij hebben de vorige keer de tweede hebben we wel gedaan, maar de eerste nog niet. Dus we gaan ze allemaal sowieso een keer doen. En als jullie dan zeggen van je moet het nog een keer doen, dan doe ik het waarschijnlijk nog wel een keer. Maar we gaan in ieder geval beginnen met deze map. We moeten 15 custards vinden en hier hebben we al 1 custard gevonden. Dit ziet er behoorlijk spannend uit. Dit ziet er echt behoorlijk eng uit ook. Maar ja, we gaan hoop ik weer niet allemaal schrikken en zo. Maar we gaan wel lekker dit spel spelen. En waarschijnlijk zal ik ook wel gaan schrikken. Maar we zien het wel. Zo kan ik trouwens mijn zaklamp uitdoen. Oh, ik zie daar trouwens iets. Wat is dat? Dat is volgens mij gewoon rood licht. Oké, dat valt dus nog reuze mee. Ik zie hier een verlaten trap. Die kan ik wel even op natuurlijk. Ja, ik zoek custards. Ik bedoel, dat is het hele doel van dit spel. Oh, shit. Nee. Oh, ik schrok me kapot. Help. Ik moet vluchten. Dat was best wel heftig. Oké, dat was blijkbaar was dat. Weet je. Oké. We hebben dit in 1 minuut 13 hebben we dit al verkloot gewoon. Dus we gaan het gewoon nog een keer doen. Kom op, 15 Teletubbiekusters. We kunnen dit gewoon. We gaan nu gewoon de andere kant op. Misschien kom ik die. Ja, ik kan hier niet naar buiten toe, dus dan moet ik deze kant wel op. Maar ik moet echt voorzichtig doen. Misschien kan ik beter mijn zaklamp uitdoen, maar dat is nog een stuk enger. Dus dat ga ik gewoon doen eigenlijk. Oké, ik ga gewoon door. Ik weet dat dat beest hier ergens is. Maar oké. Oh, ik vind het zo eng. Oké, laten we maar gewoon door, jongens. Oh, of moeten we hier wel naar boven? Nee, we kunnen ook een andere kant op, volgens mij. Je kunt hier ook een andere kant op. Oké, ik zie hier een custard weer. Dus dat is mooi. Oké, ik zie daar nog een custard. Dus op zich, dit gaat redelijk goed. Bedankt voor de custard. Ik zet mijn geluid even iets luider. Dus dat is wel leuk, hè? Oké, ik zie hier nog niks. Helaas, wij moeten nog even een andere kant op gaan. Oh, ik zie daar nog een custard, jongens. Oeh, dit gaat lekker. Oh, twee van die dingen. Ah, nee. Laat me eruit. Weg. Oh, ik druk me kapot. Oh, ook nog 2 van die dingen. Niet 1. Zit je achter mij? Nee, toch? Oh, ik zie hem. Oh, snel jongens, weg. Wegwezen. Oh, ik kan hier niet uit. Help, ik kan hier toch niet uit. Ah, ik kom eraan. Ik kan hier niet uit. Ah, nog 1. Help, laat me wegwezen. Oké, dit is echt zo eng. Misschien als ik mijn zaklap uit doe, helpt het. Oh, ze zien me nog steeds wegwezen. Oké. Hoeveel custards moet ik nog? Ik weet het niet, jongens. Dat is wel een nadeel van het spel. Je kan niet zien hoeveel custards je nog. Oh, help. Oh, je kunt het wel zien. Op een D of zo. Nou ja, maakt niet zoveel uit. Oké, ik moet echt voorzichtig zijn, jongens. Ik zie de beest! Help! De beesten! Oh, laat me alsjeblieft wegwezen. Maar ik zie ook niks. Ik heb mijn zaklap uitgedaan. Dat is ook stom. Oké, het gaat goed, jongens. Nu, die beesten die zijn gewoon verschrikkelijk eng. Verschrikkelijk niet leuk. Dan moet ik dus wel terug, jongens. Dan moet ik dus wel weer langs die beesten. Maar ik geloof dat ik ze een beetje af. Oh! Nee! Dat is gewoon onmogelijk. Nou ja, blijkbaar is deze vrij lastig. Maar we kunnen nog wel even een andere spelen. Want we hebben de tweede al gedaan, maar de derde hebben we nog niet gedaan. Dus gaan we nu gewoon lekker spelen. Dus ik zie al meteen bliksem. Ik vergeet dit ding steeds te gebruiken. Dat is natuurlijk wel nuttig. Die kan je natuurlijk ook gebruiken. Maar hier gebeurt nog niet echt veel. Ik zie niks engs. Dus laten we hier gewoon ingaan. Ja, ik hoor van alles. Maar ik vind het toch niet echt fijn hier, jongens. We moeten echt even. Oké, nu heb ik dus geen dinges meer. Ik zie ook geen ene donder. Ik heb ook geen zaklamp deze keer. Schunnen mij gewoon niet eens een zaklamp. Oké. Ik moet even kijken hoe ik hier ooit weer uit kan komen. Daar zie ik iets van een gebouw. En ik zie hier een Teletubby custard. Oh shit, ik hoor iets. Ah, dat vind ik heel verschrikkelijk. Hè. Ik hoor gewoon iets. Ah, alsjeblieft, dat vind ik zo eng. Ik zie 3 custard. Oh, kom ik hier op? Ik hoor gewoon van alles, maar ik schrik straks echt niet. Hoe kom ik hier ooit bovenop? Moet ik misschien. Oh, kijk, ik ben aan de andere kant van de brug. Ik zie daar nog. Hier zijn echt veel custard. Oké. Jongens, ik hoor wat! Ik hoor gewoon echt wat. Oké. Spring! Oh, hier heeft het geen niet zoveel nut. Ik moet die andere kant op.
deze brug is kapot, maar kan ik hier gewoon... Oké, ik kan hier gewoon overheen lopen. Maar ik zag hier nog ergens een gebouw, maar ik kan het gebouw blijkbaar niet echt meer vinden. Oké. Maar ik heb al wel aandacht met custards, dus ik vind... Oh shit. Ik schrok van het takje. Ik dacht dat het iets was, maar dat valt mee. Ik schrik gewoon ook van alles natuurlijk, want je bent zo... Laat die ding maar even opladen. Zo, dan kan die even opladen. Goed zo. Ja, ik moet de kant op gaan, dus ik denk dat ik maar over dit moeras ga. Ik bedoel, ik zie hier een steen. Oh, ik hoor echt van alles, jongens. Het is gewoon te eng, dit. Oké, ik moet gewoon wegwezen hier. Oké, ik zie hier een berg. Ik kan op zich wel even naar de berg toe. Wie weet vind ik dan daar iets nog bijzonders. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er aan de andere kant van de berg is. Maar, oh, kan ik hier gewoon... Oké, hier is het gewoon echt... Hier gaat het alleen maar door. Dus ik kan... Oh, ik zie daar een kuster. Oké, ik zie daar een... Oh, ik zie dat gebouwtje daar ook. Maar ik ga straks schrikken, jongens. Want ik wil naar dat gebouw toe. En dan... Oké, ik hoef nog maar 11 kuster. Dus ik zie daar iets van een... Of is dat nou gewoon een steen? Nee, het is wel echt... Ja, het is een steen. Oké. Dat is toch wel zeer teleurstellend. Want ik had verwacht dat het iets bijzonders was. Maar ik hoef er nog maar een... Nee, nog maar 10. Ik vind dat ik het best heel erg goed doe, eigenlijk. Al zeg ik het zelf. Zullen we dit moeras gewoon oversteken? Ja, dat vind ik best. Ik bedoel, ik zie niet echt gevaar. Ik schrik het nu ook niet echt heel erg. Maar ik kijk wel een beetje om me heen wat ik allemaal tegenkom. En nou, nu kom ik niet echt veel tegen. Dus dat valt op zich wel reuze mee. Hij is ook niet zo eng. Denk ik. Oh, kan ik hier verder? Oh, ik kan niet eens verder. Oké, dan moet ik de andere kant op. Ik heb nu geen batterij meer. Terwijl ik nu wel batterij eigenlijk wil. Aangezien het nu wel aardig donker is. Alleen ik kom hier niet op. Dus dat is wel... Oké, ik kom er gelukkig wel op. Even kijken. Ik kan daar gewoon even doorheen lopen. Misschien kan ik hier nog wat extra kusters vinden. Ik heb nu echt nog veel... Ik had de kusters misschien even wat op minder moeten instellen. Maar oké, dat maakt nu in ieder geval niet veel voor me uit. Maar ik hoorde ze net wel allemaal dingen. Nu hoor ik echt bijna allemaal niks. Ik hoor nu bijna helemaal niks meer. Dus ik neem maar dat die redelijk veilig is. Anders dan ga ik denk ik wel geluiden horen. Nou, ik moet even mijn dingen herladen. Oké. Nou ja, ik weet ook niet wat de bedoeling hiervan is. Dus ik loop maar gewoon door. En ik hoop niet dat ik straks een of andere lala zo tegenkom. Wat op het voorplaatje stond. Oké, ik kan hier gewoon doorlopen. Oké. Oh, jemig. Oh, schrik niet zo erg, man. Gewoon voor zo'n klein dingetje. Ik schrik me kapot. En je bent zo... Ik hoor iets. Ik hoor iets. Snel doorlopen. Niet naar luisteren, wegwezen, snel doorlopen, jongens. Ik hoor echt van alles. Oké. Hier ben ik bij een open vlakte. Ik kan hier nog wel even een stukje doorlopen. Hier kan ik niet meer langs. Oké, dan moet ik verder. Dan ga ik deze kust maar aflopen. En ik zie ook echt helemaal niks. Dus dat is eigenlijk praktisch het nadeel hiervan. Ik zie gewoon echt niks. Dus ik zie daar een kuster, dus dat is wel nice. Oké, dan laat ik die kuster maar pakken. Dankjewel voor de kuster. Oké, hier kan ik denk ik nog wel even een stukje doorlopen. Het is niet zo heel eng, jongens. Ik heb al veel kusters gevonden en er is nog niet zo heel veel gebeurd. Dus dat is op zich een heel groot voordeel. Kan ik hier over de stenen lopen? Oh, dat kan niet. Oké, kan je wel deze kant langs lopen? Ja, deze kant. Kun je wel langs. Ja, ik ben nu weer bij dat ene moeras. Daar heb ik ook wel aardig wat kusters gevonden. En kan ik hier ook langs toevallig? Ja, die kan ik wel langs. Ik zie daar iets. Dat zijn gewoon bomen. Oké, dat is duidelijk. Alleen, ik ben echt straks dan is het zo... Oeh, dan schrik je kapot. En dan denk je van schrik nou niet. Maar je schrikt toch, want je bent in het spel. Ik weet straks dat er wat gaat komen. Maar je schrikt gewoon echt heel snel. Met dit soort dingen. Dus... Ja, ik vind het een leuk spel, maar je schrikt wel. Maar ja, dat vind ik ook eigenlijk ook wel weer leuk, jongens. Dus, oh, hier kun je niet verder. Oké, dan ga ik weer naar het moeras toe. Welke kant zal ik op? Zal ik de rechterkant op gaan? Of zal ik de... Ja, ik ga de rechterkant op. Ah! Oh, zie je, ik wist het! Ik wist dat er iets was. Wie? Oh, shit. Oké. Ik moet gewoon... Hij kan me niet eens vermoorden. Dat is best wel raar. Ik misleid hem helemaal. Oké. Maak me wel dood. Ik wil wel een ander level doen. Hoezo maakt hij me niet dood? Deze ziet er best wel eng uit eigenlijk. Dat is best wel scary. Maar hij maakt me niet dood, dus... Dat is best wel vreemd. Hallo. Hallo beest. Waarom maak je me niet dood? Huh?
Ik heb hier een heel raar beest bij me, maar hij maakt me niet dood. Dat is best wel raar eigenlijk. Oh, hij maakt me wel dood. Maar dit was leuk, Duivel. Ik schrok wel van die diffusie, maar hij is niet meer eng als hij er eenmaal voor staat. Dat is wel jammer, dat is een minpunt van het spel. Maar we gaan lekker een ander level doen. Ik vond deze iets minder eng, jongens. Ik vond dit level iets minder eng. De vierde hebben wij al gedaan, die. We gaan nu, denk ik, de Teletubbieland T doen. Die moeten we natuurlijk ook doen. We hebben wel 15 kust. Oh, dit ziet er nog eng uit, jongens. Ik dacht dat dit minder eng was, maar volgens mij is het nog steeds echt super eng. Maar dat maakt niet uit, We gaan het gaan proberen. We gaan gewoon een beetje die kusten en we gaan de boel hier gewoon een beetje verkennen. Ik kan hier gewoon even een stukje voor. Die vorige map was ook erg klein, dat is best wel... Wat hoor ik? Alsjeblieft dat het niet... Ik vind het echt verschrikkelijk, jongens. Als je iets hoort, je weet dat er iets gaat komen, maar... Oké, ik zie daar een boom, ik zie daar een open vlakte. Oké, ik voel gewoon echt dat er iets gaat komen nu. Ik voel dat het rare beest straks weer gaat komen. Maar bij de vorige episode was dat echt intens, dat beest. Dus ik hoop eigenlijk niet dat dat komt. Maar ja, ik kan me er wel bij voorstellen dat hij straks gewoon in één keer voor mijn neus staat. Dus daar moet ik me wel een beetje psychisch op voorbereiden. Het is dan maar aflevering 2 van dit spel. Dus ik bedoel, ik kan nog heus wel schrikken, want ik ben er nog niet aan gewend. Oké, ik zie daar een kuster. Oké, dankjewel voor de kuster. Even kijken, deze kant kunnen we ook wel even op. Ik neem aan dat hier wel iets te vinden is. Misschien een kuster, misschien een huisje, misschien een iets. Ja, ik zie dat beest nu nog niet. Ik hoor het beest wel hoor. Hij komt straks ook wel, maar... Ik op zich, het is hier nog... Oh, ik zag er wat. Moet ik daar nou naartoe gaan? Ja, ik zie hem nog niet, maar ik weet niet wat straks... Ja, ik hoor wel wat. Dit is wel echt verschrikkelijk, jongens, als je zo'n klote geluid hoort. Oké. Het gaat er goed. Oké, nou, dan gaan we verder. Ik heb nog... Ja, ik hoorde heel te wat, maar ik zie nergens wat. En ik moet gewoon ergens... Oh, ik zie daar iets. Ik zie daar een... Ik weet niet eigenlijk wat het is. Ik ga er gewoon naartoe. Nooit doen, maar ja, toch doen, hè. Oké, het is hier heel mysterie, jongens. Ik zie echt bijna niks, maar ik kan er wel naartoe gaan. En hier is weer een kuster. Oh, jemig. Net voor de kust het ook, schrik je ook kapot. Maar dat valt nog mee. Ik schrok deze keer niet heel erg. Dus dat is op zich wel weer een voordeel. Ik zie daar wel iets bewegen. Zou dat beest zijn of niet? Ik weet niet. Ik zag daar wel iets, maar het lijkt me sterk dat het beest is. Vorige keer vond ik hem namelijk ergens anders. Tenminste, ik kan me herinneren dat niet in een moeras was volgens mij. Of juist wel, ik weet het eigenlijk niet. Ik zie daar wel iets. Het kan een huis zijn, of het kan dat beest zijn. Ik heb liever dat huis, maar ik vermoed dat het beest is. Maar we gaan er even een stukje doorlopen, jongens. Even kijken, ik zag er wel iets. Of het nou het beest of een Teletubbiehuis was, dat weet ik niet. Maar ik ga even kijken. Ik zie hier een Teletubbiehuis. Oké, dat is nice. Hier heb ik het beest sowieso niet gevonden, dus ik denk dat ik hier redelijk veilig ben. Ik zie nog een kustert op de Teletubbie-dinges. Dankjewel. Oké, hier kunnen we niet. Kunnen we hier in? Alsjeblieft zeg maar dat we hier in kunnen. Oh, we moeten er waarschijnlijk bovenop in. Oké, hier kunnen we erin. Mooi. Oké, ik zie hier weer een kuster. En ik hoop hier zo dat ik hier veilig ben. Want dat weet ik niet. Ik weet niet of ik hier veilig ben. Ik weet het echt niet. Maar laten we naar buiten gaan. Even kijken. Nou, hier is het best wel heel erg mistig. Dus dat maakt het wel redelijk intens. Maar ik heb het Teletubbiehuis in ieder geval nu gevonden. Dus dat is wel weer een voordeel. Wij gaan deze kant op, denk ik. Ja, we gaan gewoon deze kant op. Ik vind het best. En wij hebben nog een aantal kusters te vinden. En ik ben bang dat ik al word vermoord door een of ander beest. Kan ik hier ook op? Oh, ik kan hier waarschijnlijk wel langs. Maar ik weet niet of dat de bedoeling is. Ik weet niet of ik nu een glitch aan het uitzoeken ben. Of dat ik gewoon de goede weg aan het vinden ben. Oh, jongens, kan ik er nu wel weer uit? Ja, ik kan er wel weer uit, gelukkig. Oh nee, zag ik daar nou wat het is? Nee, volgens mij niet. Oh shit, dat is een beest. Help. Oké, dat was dom. Dat was heel erg dom. Ik had niet verwacht dat het beest was. Maar ja, het is wel een beest. Oh, sla me dood alsjeblieft. Ik wil recht door spelen. Kan ik hem ook verslaan? Ik weet ook niet of ik hem kan verslaan. Maar ik weet het niet, jongens. Je zou hem toch wel moeten kunnen verslaan, maar... Ik weet het niet. Nee, dat weet ik niet. Oké, doorlopen. Ik moet het toch proberen te verslaan, maar... Ja, hou eens op. Ah, ik ben hem verslaan. Oeh.
Ik kan hem niet verslaan. Nee, je kan hem volgens mij niet verslaan. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. We zijn weer dood gegaan. Wij zitten 15 minuten aflevering. Dus ik ben het toch wel goed geweest. Bedankt voor het kijken naar deze video van Slendy Tips 2. Willen jullie meer? Laten we even een likeje achter. Want dan gaan we dit zeker vaker doen. En dan kunnen jullie meer van mijn jumpscares zien. En dan ga ik de volgende aflevering ga ik hierna opnemen. Dus er komt zeker een aflevering 3 zal ik jullie al vertellen. En dan zeg ik jullie allemaal tot een volgende aflevering. Doei!